Ik heb een paar stickers gekocht om op de scooter te plakken. Dat zijn deze. De grote en de kleine Vespa en de grote en kleine Italië vlag. Dan moet je natuurlijk kijken, waar gaan we die hangen? Nou, we beginnen hier, daar zitten er twee in één. Dan is er de voorkant. De Vespa heeft altijd aan de rechtervoorzijde. Dus in dit gebied heeft de Vespa altijd zijn naam staan. Dus vroeger bij oude auto's zoals hier, heb je zo'n radiateur. Dan hadden ze dus de naam zo op de radiateur staan. Hè. Maar dat kunnen we hier natuurlijk niet doen. Dus ik stel voor dat ik dan zoiets doe. Hier deze daar. De vlag in Italië gaat van groen, wit, rood. En dan zo een Vespa erboven. Zodat je dus boven erop kijkt. Zie je schuin staan Vespa. En die gaat dan mee in die lijn hier. Zo. Dan houden we nog over die grote Vespa. En die wil ik dus achter, links achter. Die andere ging rechts voor. Nou, die is pakken. We zien al dat Lassorie heeft hier iets gemaakt. Dan had ik voorgesteld om dat zo te doen. Op een of andere wijze zo in dit gebied. Zodat je dan met die letters overeenkomen met dit gebeuren. Zo. Dan zitten de voeten van de bijrijder, die zitten hier zo. Dus dat komt dan niet in het beeld. Maar om dat te plakken, zal ik eerst de rotzooi allemaal schoon moeten maken. En dat ga ik nou doen. Eerst ga ik hem ontvetten. En dan droog wrijven. En dan ga ik hem plakken. Dus ik onderbreek even. Even. Ontvetten en laten opdrogen. We gaan hierheen. Azzurro, Italiaanse blauw. Nou, eens kijken of we die erop krijgen. De bovenlaag laten we erop zetten, deze eraf. Zo. En nou netjes daarboven op dezelfde beginletter. Zoiets lijkt mij wel, hè? Goed aandrukken en dan schuin eroverheen. Schuin eroverheen is niet zo, maar zo. Nou, aftrekken, ja. En deze zit ook nog erop. Schuin eroverheen. Nou. Nou, als dat geen kermis is, hè? Die moeten dus rechts voor en dan gaan we links achter. Hier is dit komen en daarboven die andere zo. Dan moet ik precies beginnen op hetzelfde punt. Te ver naar voren. Ik denk hier zoiets. Ja.
hier hin. Dat zit hier niet goed, dat gaan we opnieuw doen. Lekker aandrukken, lekker aandrukken. Oeh, en dat glans, jongens. Net echt. Ja, het ziet wel geinig uit, hè? Een Vespa van La Souris.